Hoi iedereen, welkom. Ik ben Leni. In deze video wil ik eens gaan kijken naar de energie van maart. En dus ook naar het begin van de lente en de energie die daarmee gepaard gaat. Nu in deze video ga ik het iets anders doen dan gewoonlijk. Ik wil graag ook eens gaan kijken naar de energie voor lichtwerkers, vanuit het lichtwerk. En dus ook vanuit het energetische stuk. Ik zal deze video opdelen in twee stukjes. Dus ga gerust naar de tijdsbalk onderaan de video, als je onmiddellijk wil doorklikken naar het tweede deel, naar de reading met de energie van maart en de lente. En ik zal ook nog een aparte reading doen voor lichtwerkers in een soort van vervolgvideo. Dus leden vanaf het niveau lichtwerker kunnen via YouTube deze gratis bekijken via dit kanaal. Anderen kunnen gewoon doorklikken in de link in de beschrijving van de video. Oké, dat gezegd zijnde. We gaan eens naar het hier en nu. Begin maart, begin van de lente. Eerst even vanuit ons bewustwordingsproces, vanuit de energie die we kunnen voelen door de dingen rondom ons, maar uiteraard ook in onszelf. In de extra reading die ik eerder deze week deed voor leden via mijn kanaal, was het wel al duidelijk dat er twee tegengestelde energieën aanwezig zijn. Van de ene kant die vermoeidheid, aan de andere kant die hogere, wat ik noem wat, enthousiastere energie. Ik denk dat de meesten beide energieën zullen voelen. En dat kan uiteraard zorgen voor verwarring. Verwarring in onszelf, van het ene naar het andere. De ups en downs, zeg maar. De hogere energie en de iets lagere energieën. Dus we lijken heel vaak van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan. Vanuit die ene energie voelen velen zich overweldigd, vermoeid, wat angstig soms, dus gespannen of wat nerveus. En sommigen voelen zich in deze overgangsfase ook wat alleen, net losgekoppeld van het oude, nog niet helemaal in dat nieuwe. Dus wat verloren, wat zoekende, niet goed weten hoe de dingen aan te pakken. De energie is dus best rusteloos. Er gebeurt ook veel, er beweegt ook veel in het 3D-stuk. En dat kan het gevoel geven dat we een beetje overal en nergens zijn. Vooral in dat fysieke stuk vind ik een vorm van heling plaatsvinden. Dat zien we ook via de Schumann-resonantie. Die iets groenere energie is aanwezig. Hè? Dat is die 3D-energie. Dus dat kan ervoor zorgen dat ons lichaam wat anders voelt. Dat ons lichaam nog wat losgekoppeld is van onze emoties. Dus dat er twee stukken in onszelf zijn, het fysieke en het emotionele. En dat kan er dus voor zorgen dat we moeite hebben met gronden, met aarden. Met het voelen van de grond onder onze voeten. Nu, ik merk vooral via consulten dat velen zich afvragen wat nu die volgende stap is. We voelen het wel. Soms worden we zelfs enthousiast, hebben we er zin in, maar kunnen we nog niet concreet zien of concreet uitmaken voor onszelf waar we naartoe willen of waar we naartoe bewegen. En dan kom ik dus bij dat tegengestelde gevoel. Er zijn momenten van oplichting, van positiviteit, positief denken, enthousiasme. We worden geïnspireerd, we willen ervoor gaan. En ja, dit komt omdat we ons steeds beter voelen met onszelf. Dat we ook beter voelen wie we zijn en wat we willen op een veel dieper niveau. En dat is eigenlijk het resultaat van al het werk wat we de afgelopen maanden, de afgelopen jaren hebben gedaan. En dan van de andere kant hebben we een beetje een vermoeid, futloos, een beetje een triest en lusteloos gevoel. En dat komt vooral van de energie rondom ons, door wat er gebeurt in de wereld. En ja, dat is dus die tegengestelde energie. Hè? Dus van de ene kant het vermoeide, soms een beetje uitgeputte gevoel, niet echt de energie vinden, ons wat triest voelen. En van de andere kant kunnen we momenten hebben waarbij we ons blij voelen, spontaan, opgewekt, enthousiast, noem maar op. En dat we nieuwsgierig zijn naar waar dit leven ons heen wil.
Maar dat we ook nieuwsgierig zijn naar wat er in de wereld gebeurt. En dat we toch ergens hopen of ergens toch een beetje voelen dat er een verandering plaatsvindt. Nu, ik ben zeker benieuwd wie deze twee gevoelens in zich heeft. Nu, sommigen zullen nog compleet in het ene gevoel zitten. Anderen misschien al volledig in dat andere gevoel. Maar ik ga ervan uit dat de meesten zich wel zullen herkennen in beiden en in het wisselende gevoel uiteraard. Hè. Dus laat het zeker achter in de opmerkingen in deze video, laat eens een reactie achter als je dit herkent. Je kan je het ene moment blij en opgewekt voelen, het andere moment helemaal leeg en verloren. Dus als je dit herkent, deel het zeker. Ik denk dat velen onder ons het nu wel kunnen gebruiken. Het vooral weten dat je hier niet alleen in bent. En dat dit dus ja, iets is wat heel erg in het collectief speelt. Nu, deze twee tegengestelden zitten ja, inderdaad in die algemene energie. En afhankelijk van waar jij je bevindt in je eigen proces of in deze overgangsfase, je gaat het ene wat meer voelen dan het andere. Maar sommigen kunnen dit ook ervaren ja, alsof je constant van het ene uiterste in het andere gaat. Daar waar je dagen hebt waar je positief bent en enthousiast bent en dan andere dagen heel vermoeid en alsof je naar beneden getrokken wordt, dus van hoog naar laag, van de ene kant naar de andere kant. En ja, dat is heel, heel verwarrend. Daar waar je gisteren nog vol energie was, ben je vandaag misschien weer heel erg moe of twijfel je opnieuw aan alles. Ja, dat maakt dat we onze stemming constant verandert en dat we ja, alles constant moeten gaan bijstellen. Het lijkt dan ook alsof we niet echt iets kunnen plannen of dat waar we gisteren aan begonnen zijn, kunnen we vandaag dan nog niet afmaken, waardoor alles ook een beetje vertraagt. Hè? Het is een versnelling en dan een vertraging die plaatsvindt. Of zo voelt het toch, hè? Als het ware. Ik zou zeggen, probeer die gevoelens eens te brengen naar het grotere geheel. En weet dat je dingen aanvoelt, dat je voelt wat er in de wereld rondom jou gebeurt. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat er heel veel zaken op zijn plaats vallen. Ik zal het daar straks in de vervolgvideo nog wat meer over hebben. Maar weet dus dat dit perfect normaal is, hè? Zeker als je gevoelig bent, als je spiritueel bewust bent van de dingen, als je heel erg in contact staat met de energie. Want uiteindelijk, er is zoveel geweld op dit moment in de wereld, zoveel spanning, maar ook veel opstand. Er zijn steeds meer mensen die opstaan. En de ene doet dat nog steeds vanuit een angst of een onrust, maar sommigen ook vanuit een vastberadenheid, vanuit een verdedigende, assertieve houding. Dus ook in het gedrag van anderen zien we ja, beide energieën aanwezig. Er is sommigen reageren vanuit een boosheid of vanuit een angst. Anderen al vanuit een kracht, een redelijk assertieve houding. Stevig gaan staan en zeggen van kijk, dit laat ik niet meer toe. Ik kom op voor mezelf. Mijn mening is belangrijk. En ja, die hun energie daar ja, stevig in verankeren, noem ik dat, stevig gaan zetten. Nu, wij, als we heel erg in verbinding staan met het grotere en ons spiritueel bewustzijn, we kunnen dit heel erg gaan voelen. Want er beweegt zoveel. Van de ene kant het trieste, het machteloze in het collectief. En van de andere kant, ik vermoed vooral vanuit onze eigen energie, voelen we al het nieuwe wat binnenkomt. En ja, dat is een vorm van positieve spanning, van inspiratie, van kracht, van levendigheid. En dat is een beetje die lente-energie uiteraard. Hè? Dat laatste maakt ons nieuwsgierig van wat komt er nu? Waar gaan we nu naartoe? Wat is zich aan het ontvouwen? We voelen dus dat er iets is wat in onszelf beweegt. De ruimte die er stilaan komt, de ruimte die wij zelf kunnen innemen. Wij, die vooral vanuit ons eigen proces klaar zijn om onszelf te ontplooien, om onszelf meer te gaan laten zien. Nu, persoonlijk heb ik de energie nog nooit in zo'n extreme tegengestelde ervaren. En ook de snelheid waarmee de zaken gaan. Het is echt wel van het ene uiterste in het andere.
De ene dag is het zo, de andere dag is het weer anders. Of we kunnen zelfs op één dag tijd die verschillende schommelingen hebben. En het is uiteraard met wat er in de wereld gebeurt, maar ook met de energie die verschuift in onszelf. Dus beide zijn aanwezig, beide zijn ook nodig. En dat wil ik graag in deze video wat meer naar voren brengen. Weet dat beide energieën nodig zijn, dat het belangrijk is dat wij, zeker vanuit het lichtwerk, beide energieën ergens samenbrengen of dat we ergens proberen om in het midden te gaan staan. Dat we naar beide energieën gaan kijken, naar beide tegengestelden als het ware gaan kijken en dat we daar voor allebei die energieën open gaan staan. En ja, we zien het uiteraard ook in de wereld. Hè? Je bent voor iets of je bent tegen iets. Hè? En daarin kunnen we zien dat we op een hoogtepunt zijn gekomen. Zeker na wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Er is voor of tegen, er is goed of fout. En die polarisatie, zoals dat wel eens wordt genoemd. Maar daar zie ik toch wel dat het belangrijkste is wat we kunnen doen, vooral vanuit het lichtwerk, om te beseffen dat niets uiteindelijk zwart-wit is. Het is belangrijk dat we als lichtwerker gaan kijken naar beide kanten. Een beetje afstand nemen misschien. Uiteraard is het belangrijk dat we trouw blijven aan ons gevoel, aan onze mening, hoe wij de dingen zien vanuit ons bewustzijn. Maar dat we ook blijven openstaan voor de andere kant, tussen haakjes, hè, die andere kant. Dat we ergens proberen in het midden te blijven. Dat we niet veroordelen, dat we de andere kant niet wegduwen. Het is niet of het ene of het andere. Beide zijn nodig, nu in dit proces, in deze bewustwording, als ik het dan zo mag noemen. Dus ook is het belangrijk dat we naar beide kanten blijven kijken. Dat we blijven luisteren naar die andere kant, waar we ook staan, hè, in beide. Dat kan zijn dat je iets meer neigt naar de ene kant, of iets meer neigt naar de andere kant. Of dat je misschien, ja, als het dan goed is, hè, mooi in het midden kan blijven staan. We mogen dus gerust onze mening hebben. We mogen weten wat voor ons goed voelt. Maar hè, het openstaan voor het tegengestelde, voor de mening of de zienswijze van anderen, dat is minstens even belangrijk. Het lijkt me niet de bedoeling dat we gaan trekken aan één kant. Ik denk dat het daar vooral op neerkomt. We mogen gerust aan onszelf toegeven dat het ene wat beter voelt dan het andere, of dat nu vanuit een overtuiging is of puur vanuit een gevoel, maar dat het wel belangrijk is dat we niet gaan trekken, want dan gaan we tegenwerken als het ware. Ik denk dat het belangrijk is dat we proberen om ergens toch in het midden te blijven of zacht proberen te blijven, dat we open blijven staan. Uiteraard met wat wij voelen, wat er voor ons belangrijk is, dus. En dat we gaan stevig staan in ons eigen stuk, dat we uiteraard ook opkomen voor wat wij belangrijk vinden, maar zonder zomaar die andere kant weg te duwen. Dus we mogen stevig gaan staan in onze eigen energie, in wat wij belangrijk vinden, maar het veroordelen of het wegduwen van het andere, dat is toch iets waar we voorzichtig in mogen zijn. Want uiteindelijk blijven luisteren, blijven kijken, ruimte blijven houden voor het andere, voor die andere kant, dat is heel erg belangrijk. En ja, als we de ander toch proberen te begrijpen, vanuit het punt waar die persoon zich bevindt, in zijn of haar proces, dus hoe de ander op dit moment de wereld ziet, hoe die persoon naar zichzelf kijkt ook uiteraard. En als we dat kunnen verwezenlijken om ons af en toe toch even te verplaatsen in de ander. Want we zitten allemaal op een verschillend moment in ons proces, in een verschillende fase van het proces. En het accepteren dat de ander op een ander punt zit, hè, daarom niet verder weg of hoger of lager, hè, zonder veroordeling. Als we gewoon kunnen kijken dat naar de ander en ja, dat hij zich gewoon bevindt op een ander punt in het proces en dat kunnen aanvaarden, dan zorgen we al voor een bepaalde rust of een soort van balans. En dat hele proces, dat gebeurt ook in onszelf. We kunnen ons stevig voelen in één bepaalde energie, in onszelf, maar ook die andere kant in onszelf. Dus de minder krachtige,
de vermoeide, de meer rationele kant van onszelf. Dus dat stuk in onszelf wat het oude misschien nog niet helemaal heeft losgelaten. Dat mogen we ook zien, dat mogen we ook gaan erkennen, gaan accepteren. Dat dat stukje, als ik het dan het oude mag noemen, dat we dat stukje van onszelf ja, toch nog ja, erkennen, gaan zien. We mogen daar ook gaan naar kijken. En dit zien als deel van het geheel. We hebben die momenten van, als ik het dan mag, vermoeidheid noemen. Of dat we weer even helemaal tot onszelf mogen komen. Dat hebben we nodig om hier doorheen te gaan. En vooral als we willen dat bepaalde zaken worden doorbroken. Dus we hebben dat nodig blijkbaar om beide kanten te voelen en om vooral te gaan, ja, alles te gaan samennemen en dat over en weer gaan tussen beide energieën. Ik ga ervan uit hoe vaker er over en weer wordt gegaan, hoe meer wij toch ergens een bepaald evenwicht gaan vinden, dat we een manier gaan vinden om daar veel beter mee om te gaan, dat we ook een verschil kunnen maken van, ja, wat voelt vermoeid, dat is dus het oude voor onszelf of iets wat niet meer bij ons past. En wat ons net enthousiast maakt, dat komt vanuit onze eigen levensenergie, vanuit het proces wat we hebben doorlopen in onze eigen ontwikkeling. En als we die twee kunnen samenbrengen, dat we daar dan een stukje verder in komen. Nu, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Nu, als je daar graag een extra inzichtje in hebt, hè, vanuit je eigen proces, ik noem dat dan vooral vanuit je vuurenergie, ik zal die readings of de mogelijkheid tot zo'n persoonlijke reading zal ik ook nog eventjes openplaatsen. Ik kies ook gerust voor een telefonisch consultje als je hier wat dieper op in wil gaan. Zo van, wat drijft jou? Wat is jouw levensenergie nu? Waar zit jouw kracht? En wat kan jou misschien op bepaalde vlakken wat vermoeid maken? Waar zitten die oudere stukjes of die zaken die misschien op dit moment iets minder bij jou passen, maar wat je nog heel erg kan gaan voelen van de wereld rondom jou? Ik denk dat dat bij ons allemaal heel erg speelt. Hè? Die zaken waar we eigenlijk klaar mee zijn, waar we ons doorheen hebben gewerkt, dat de buitenwereld dat nog heel erg spiegelt naar ons. En dat dat dan ja, heel, heel verwarrend kan voelen. Misschien een beetje tegenstrijdig inderdaad met ja, waar wij nu staan en hoe wij ons voelen. En dat zorgt voor die schommelingen. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen volgen op deze manier. Maar dat is een beetje hoe ik de energie op dit moment zie. Dus van de ene kant een hele mooie spirituele bewustwording. Een beetje meer die vuurenergie, onze levensenergie. Van ja, we zijn er klaar voor, we willen er helemaal voor gaan. Wat dat dan net is, dat weten we nog niet. Maar ja, we hebben er zin in. En dan zijn er momenten waarbij we een beetje naar beneden worden getrokken. Waarbij we die uitputting voelen. Zo van, goh, we hebben al een hele weg afgelegd. Wanneer komen we nu eindelijk op dat punt dat we het gaan zien? En dat is meer, ik noem dat die aarde-energieën, dus meer vanuit het praktische, af en toe ook meer vanuit het rationele, dat we wat meer die energie kunnen voelen. Oké. Ja, dat is dus een beetje het stuk wat ik heb geprobeerd de afgelopen week wat voor mezelf te begrijpen, ook naar het collectief gekeken en wat er in de wereld gebeurt. Ja, dan ga ik nu even kijken naar de energie van maart. Nu, we hebben een 11-energie, 11-2-energie. Dus dat opent wel deurtjes. Hè? Dat zorgt ervoor dat dingen geopend worden. Nu, 11-energie staat voor mij ook voor het feit dat we een cyclus hebben afgerond. Dat we onze lessen hebben geleerd. En dat we heel veel inzichten hebben gekregen. En dat we nu een stuk steviger kunnen gaan staan. Ik ga daar een aantal kaartjes bij leggen. Het is meer ter illustratie of voor wie met numerologie bezig is, misschien toch een mooie leidraad. Vanuit de Lenormand kaartjes zijn, is dit de rode, nu de 11-energie. Dat is inderdaad een beetje de onrust of de spanning die we kunnen voelen, wat ik daarnet al heb omschreven. Een beetje nog vechten tegen onszelf, de innerlijke strijd die we voeren. We voelen van beide kanten iets. Af en toe kan dat nog iets zijn wat nog wat aan ons trekt. Of wij die misschien nog ergens vasthouden aan iets.
Want tegelijkertijd is dat ook de kaart van assertiviteit. Het opkomen voor onszelf, stevig gaan staan, nee durven zeggen of net ja zeggen tegen het leven. En in de tarot hebben we de elf-energie, is dan gerechtigheid. Hè? Ik heb deze hierbij genomen vanuit de tarot van het goede. Ja, dat is de balans hè, die we kunnen voelen in onszelf. Of wij die naar een bepaald evenwicht streven. Met het zwaard hier op deze kaart. Hè, wij die kunnen voelen wat voor ons belangrijk is. En ik heb het daarnet al eventjes genoemd. Hè, dit is echt assertiviteit, het opkomen voor onszelf. Durven onze waarheid spreken. Ook een stap vooruit durven zetten. Dat zien we een stukje in onze samenleving. Hè. Mensen die ofwel in opstand komen. Nu, ik gebruik dat woord niet zo graag. Maar die opkomen voor iets. Die ergens stevig gaan staan. Die zeggen van oké. Dit is wat wij willen, uiteraard ook hè, vanuit een bepaald bewustzijn. We willen het beste voor iedereen. En dit is ook jezelf durven laten zien. Durven opkomen voor wat jij belangrijk vindt. En tegelijkertijd uiteraard ook openstaan voor de mening van anderen. Maar die gerechtigheid geeft uiteraard aan dat we inderdaad gerechtigheid willen. Dat we ergens willen dat er naar ons geluisterd wordt. Of dat er gewoon naar iedereen wordt geluisterd, dat er wordt rekening gehouden met iedereen en dat er niet zomaar één kant, bepaalde zaken één kant worden opgeduwd. En ja, de onrust, ik denk dat dat vooral bij heel veel mensen aanwezig is. En dat is vooral het niet weten, hè? Van waar gaat dit naartoe? Is er een hogere macht of een hogere kracht die dingen bepaalt? Kunnen wij daar wel iets aan doen? Nu, ik zie hier in die elf-energie een duidelijke ja. Hè? Als wij stevig gaan staan, als we onze eigen energie voelen. En ja, dat is ook ons eigen innerlijke proces. Hè? Onszelf erkennen met wat we voelen, ook de beide energieën in onszelf. Dan gaan we steviger gaan staan. En ook al komen we dan misschien niet op straat of laten we ons niet zo letterlijk zien aan de buitenwereld. Als we aan de slag gaan vanuit onze eigen energie, dan versterken we ook die energie in het collectief. Dat is toch iets waar ik in geloof. Nu ook die, wat ik daarnet zei, die karmische stukken die we achter ons hebben gelaten. We hebben de lessen geleerd. We hebben bepaalde inzichten gekregen. Want deze 11-energie, het is een meestergetal, 11-2-energie. Dat geeft eigenlijk aan dat we mogen vertrouwen toch op het karma-stukje. Dingen gaan zich uitwerken op een bepaalde manier. En oorzaak en gevolg, zoals dat wel vaker wordt weergegeven. Dus dingen, beslissingen die eerder zijn genomen. Uiteindelijk is het toch wel de bedoeling dat iedereen het allerbeste krijgt. En dat zou kunnen zijn dat als de bedoelingen niet oprecht zijn, of niet correct zijn op een of andere manier, niet in lijn met de energie van het universum en van het grotere, dat toch bepaalde zaken niet kunnen doorgaan. Hè? Dus als die intenties, die oprechtheid niet helemaal aanwezig is, of als daar nog ego-stukjes aan verbonden zijn, en dat dat net geen ruimte krijgt, of dat dat net niet kan plaatsvinden of geen ruimte krijgt in onze samenleving. Van de andere kant, daar waar net wel dat eerlijke, oprechte, en dat is vooral die open energie, daar waar dat wel aanwezig is, en dat dan net wel gaat groeien. Dat steeds meer mensen zich daar ook mee gaan verbinden. En dus het is een beetje dat we nu op dit moment, of misschien de komende maand, kunnen gaan zien waarom bepaalde zaken zijn gebeurd. De afgelopen jaren zeker, maar misschien de afgelopen decennia. Waarom bepaalde zaken zijn gebeurd. Waarom het op bepaalde momenten helemaal de andere kant op moest gaan, als het ware. Dus dat we zien waarom de wereld in bepaalde situaties is beland, of dat bepaalde mensen een bepaalde ervaring nodig hadden om eigenlijk tot dit punt te komen. Nou, ik ga er nog een paar andere kaartjes bij leggen. Ja, we hebben met Maarten uiteraard een 3-energie. Nu, dat is vooruitgang. Hè? Er zit eindelijk beweging in. Ik denk dat velen het graag zullen horen. Ik hoop dan ook dat je het ergens toch wel voelt van er zit een beweging in. Nu, die 3-energie is toch een lichte verandering van richting. Nu, wat ik hierbij voel,
En dat geeft dan uiteindelijk de tarot ook wel weer, die vrouwelijke energie. Dus het zit nog heel erg in ons. En dan herken ik vooral de energie van de nieuwe maan. Dus ik vermoed wel dat de komende nieuwe maan in Vissen ons daar wel bewust van zal maken. Dus die drie energie. Je ziet trouwens de 10 van schoppen. Dus dat is eigenlijk vanuit het... ik noem dat toch het aardse. En het is ook een stukje vuurenergie. Hè? Dat is een beetje alles wat inderdaad zwaar heeft gewogen. Wat moeilijk is geweest, dat laten we achter ons. En we bewegen verder. Maar met die vrouwelijke energie kan dat zijn. Hè, dat we dat heel erg in ons voelen. Maar het nog niet helemaal buiten onszelf zien. Maar toch, hè, we hebben hier beweging, groei. Ik leg er ook nog eens de 5 energie bij. En dan heel graag met deze priester, hoge priester, de wijze uit de tarot. Ik wil deze twee kaarten toch eventjes samennemen. Die vleugels, hè. Nu dit heeft een meer, noem het wat engelachtige energie, een heel veel zachtere energie. Nu, justice, gerechtigheid, hè, dat is toch wel... het recht wat zal zegevieren, datgene krijgen waar we recht op hebben. Dit heeft een heel spirituele energie. Dit zijn wij die in verbinding staan met dat hogere. Hier zie je ook alle elementjes. Nu, dit heeft ook te maken met, daar ga ik weer zelfliefde, maar dit heeft ook zelfliefde. Het gaat verder, hè? Opkomen voor onszelf, stevig gaan staan. Weet dat we die verbinding hebben met het hogere, met het grotere stukje. En ja, daar ga ik wel eventjes graag verder op in. Vooral voor lichtwerkers, of al wie werkt vanuit de energie, vanuit die hogere energie. Maart lijkt mij een echt goede maand om eens te gaan voelen van wat doe jij op spiritueel vlak? Wat kan jij misschien naar buiten brengen? Wat kan je gaan delen met anderen? Echt meer vanuit die energie. Ik weet dat velen wachten op iets heel concreets in onze aardse, praktische wereld. Maar toch, het lijkt alsof dat we... Daarom heb ik er de boom ook bij gelegd. Hè? Dat ons goed voelen, ons welvoelen, dat is ook een stukje spirituele groei. Zorgen dat we stevig staan vanuit onze energie. Dat we klaar zijn om te groeien. En daarin zie ik ook dat het belangrijk is om toch eens te gaan kijken bij jezelf. Van wat kan jij gaan delen met anderen? Is dat in dagelijkse gesprekjes? Doe je dat op sociale media? Of misschien in je praktijk of waar je ook mee bezig bent? Dus wat is jouw talent tussen haakjes? Wat is jouw spirituele gave? Wat kan je daar meer mee gaan doen? Of de dingen die je misschien eerder al hebt gedaan, wat wil je gaan verder zetten? Of wat kan je dan toch net iets aan andere richting geven? Want hier zien we het doorgroeien. Wij die ook bepaalde zaken een andere richting mogen geven en anderen kunnen helpen om zich beter te voelen. En dat aarden, dat gronden, dat komt hier ook nog een keertje naar voren. Ik weet, met vorig weekend met lichtcirkel, velen hebben dat gevoeld dat het nog moeilijk was om te aarden, te gronden, om echt vanuit dat basischakra die grond onder onze voeten te voelen. Ik zal die meditatie nog een keertje opnemen en delen, sowieso met de leden en wie deelgenomen heeft aan de lichtcirkel. Maar ik zal hem ook delen op mijn website voor wie dat misschien dagelijks graag eventjes doet, een kleine visualisatie om echt meer... sowieso in te ademen vanuit je gevoel, vanuit dat hartchakra. Maar dan uit te ademen, ook een stukje los te laten of af te geven aan de aarde. Dus alle informatie daarover kan je heel binnenkort vinden onderaan deze video. Maar dit is onze hogere kracht. Hè. We komen in een bepaalde kracht. We zijn tot heel veel in staat. Zeker in dat spirituele stukje. Dus... als je wat extra aandacht kan besteden aan meditatie, aan visualisatie bijvoorbeeld ook, of gewoon een bepaalde vorm van rust, of je je nu gaat verbinden met de natuur, of door gebed misschien voor sommigen. Dus iets wat je dagelijks kan doen, waardoor je... ik voel een bepaalde dankbaarheid en ik hoop dat jullie deze figuren een beetje zien en de gelijkheid daarin. Hier vooral het hart, hè, wat er in ons gebeurt. Hè. Het is alsof dat we onszelf nog extra kunnen voeden met dingen, door met onszelf bezig te zijn, door onszelf de vraag te stellen, wat heb ik nu nodig? Wat beweegt er in mij? Hoe kan ik dat naar buiten brengen? Maar ook omdat dat ons een goed gevoel geeft, extra energie geeft. Want uiteraard, hè, hoe meer we bezig zijn met...
ja, wat we graag doen, ja, dat laat onze energie stromen. En dan ja, voel ik alweer die enthousiaste kant uiteraard, hè, in onszelf. Wij die ervoor willen gaan, we voelen dat we iets in ons hebben en dat we dat naar buiten mogen brengen. Wat ik hier vooral bij krijg, hè, dat is het één worden met onszelf. Nu, dat kan voor sommigen ook zijn dat je anderen vindt op bepaalde vlakken. Dat je, het geeft mij het gevoel dat we één worden, ja, sowieso met onszelf, maar ook met bepaalde zaken. Dus we zitten blijkbaar in maart toch ook wel met een energie die ons helpt om, ja, om ons steviger te verbinden vanuit die energie, vanuit die kracht. En ik ga er nog een aantal kaartjes bij leggen, want ja, uiteraard die twee energie die de afgelopen maanden ook al naar voren kwam, die komt hier ook. En dat onze dromen, onze verlangens, en dat is heel lang een innerlijk proces geweest, maar deze kaarten of de energie van maart geeft mij toch wel aan dat we dat steviger kunnen gaan voelen. Alsof dat we onszelf steeds meer kunnen of mogen gaan overtuigen van het feit dat we bepaalde zaken toch concreter kunnen maken. Nu, ik wil nog eventjes terugkomen op dat stukje, ja, verwarring heb ik dat daarnet genoemd. Nu, dat zijn uiteraard die beide stukken in onszelf, hè. Van de ene kant het oude stukje, of die iets lagere energie af en toe, of de energie van de wereld, hè, waarin we leven. En dan tegelijkertijd net, hè, dat die frisse, fijne, positieve energie die we ook kunnen voelen. Nu, ik ga daar de zegenwagen ook bij leggen om die zeven energie heel erg te hebben. Nu, dat is voor mij een kaart die aangeeft, hè, dat we ten eerste heel veel inzichten hebben gekregen. Die inzichten zitten in onszelf en dan is de vraag van, vooral van, ja, wat doen we daar nu mee? Nu, voor mij is die zeven energie, het is uiteraard een spiritueel getal, het witte en het zwarte paard, yin en yang, en die twee tegengestelden die we mogen samenbrengen. Dus wat ik net in het eerste deel heb omschreven. Maar dat zorgt ervoor eigenlijk, of dat is wat deze energie toch zegt, dat er blokkades uit de weg worden geruimd. Dit is toch ergens het durven verder gaan, de chaos achter ons durven laten en weten dat we, ja, dingen kunnen samenbrengen en dat dat net onze kracht is. Dat we daardoor net, ja, blokkades uit de weg ruimen of dingen die ons in het verleden hebben tegengehouden, dat bepaalde zaken toch in evenwicht komen. En dan kom ik gelijk bij die elf energie. Nu met die twee energie, ik heb daar ook het huis nog een keertje bij genomen. Goh, daar zit toch ergens iets van aarden, van gronden, van stevig staan. Er is een energie aanwezig, toch voor de maand maart, of in deze periode, die ons toch nog meer wil laten opkomen voor onszelf, of kiezen voor onszelf, vanuit die vier energie. Want ja, die heel vrouwelijke energie is aanwezig, dus onze gevoelskant. En dan hebben we uiteraard ook, ja, met die vier energie, de keizer. Dus hoe kunnen we nog meer de leiding nemen over ons leven? Hoe kunnen wij gaan voelen? Dit is echt ook kiezen voor onszelf. Controle nemen over bepaalde zaken, stevig gaan staan. Even goed gaan voelen waar we onze grenzen hebben. Nu, het is belangrijk dat we blijven openstaan, maar dat we ergens toch wel voor onszelf kunnen gaan bepalen van, kijk, dit is wat ik wil gaan doen. Hier ga ik ofwel nog overheen, ofwel niet meer overheen. En ik denk dat het vooral aan van onze houding zal afhangen, of hoe sterk wij staan in ons eigen stukje, dat we dat kunnen gaan overbrengen naar anderen toe. En dan kom ik uiteraard bij deze energie uit, hè, dat we kunnen gaan openstaan wel, maar dat we zodanig stevig staan en dat we ergens een duidelijke, en een grens is het juiste woord niet hoor, maar dat we duidelijk gaan aangeven van, kijk, dit is mijn energie, dit is mijn stukje. En dat we van daaruit ook gaan voelen van, oké, en dat is het stuk van de ander. Dat is waar de ander zich in bevindt, dat is waar de ander doorheen gaat. En dat we daar een beetje een scheiding in kunnen maken. Dat dat heel duidelijk wordt voor onszelf. En dat dat stukje verwarring wat we nu voelen, dingen die door elkaar lopen, dat dat nodig is om ons daar bewust van te maken, dat we een eigen stukje hebben, dat de ander een bepaald stukje heeft, dat wij ons innerlijke proces hebben, ons eigen proces hebben, en dat de wereld rondom ons ook door een proces gaat. En dat we die twee, ja, niet echt kunnen apart houden, maar dat we dat kunnen zien waar die scheiding ligt, of dat we ook kunnen merken waar die toch lichtjes in elkaar overlopen, of daar waar we beide stukken kunnen gaan voelen. Oké. Okay. Ik vind het al redelijk veel voor één video.
Ik had gehoopt daar nog wat extra kaartjes bij te trekken, maar ik hoop dat ik op deze manier toch al een beetje de energie van maart heb weergegeven. Dus ik zie in maart vooral mogelijkheden. Het moeilijkere stukje ligt achter ons. Van de ene kant een beetje de onrust. Van de andere kant is daar een energie aanwezig die zegt van kom aan, doe die stap vooruit, laat jezelf zien, laat van je horen, breng iets naar buiten, voel die balans, breng die twee dingen samen, weet dat er een bepaalde vorm van gerechtigheid is. Dus iedereen, ja, stel jezelf daarvoor open dat jij gewoon krijgt waar je recht op hebt. Na de lange weg die je hebt afgelegd, hoe vermoeiend het ook soms nog kan of mag voelen. En dat je toch ergens op een punt bent gekomen dat je jezelf mag openstellen. Dat je mag zeggen van ja, laat het maar naar mij toe komen. Ik verdien dit. Ik heb hier recht op. Dat klinkt dan misschien een beetje ja, vanuit het ego. Maar van ja, ik verdien dit. Dit is gewoon uit jezelf gunnen. Vanuit een, eigenlijk een liefdevolle en zachte energie durven zeggen van ja, dit heb ik nodig. Dit verdien ik na de weg die ik heb afgelegd. Ik stel me daarvoor open. Ik vertrouw erop dat de wereld, dat het universum mij dat geeft wat ik vanuit een zachte, liefdevolle energie uiteraard. Wat ik verdien, wat ik nodig heb. Uiteraard ook omdat je het misschien dan later wil gaan delen met anderen. Of dat je anderen daar ook vanuit die energie kan verder helpen. En dat is een energie die ons wat optilt. Die het ook wat allemaal wat lichter en wat zachter maakt. Dus ik hoop dat jullie ook die kant heel mooi kunnen voelen. Nu, ik heb er de Clear Blue bij geplaatst. Nu, mocht je interesse hebben in een persoonlijke healing sessie met misschien je eigen Clear Blue, dat kan uiteraard. Dus ook de linkjes en de informatie daarover vind je onderaan deze video. Oké, ik ga zo meteen in de vervolgvideo eens een algemene reading doen. Vanuit het lichtwerk, vanuit het energetische stukje, nog wat meer uitleg geven ook daarover. Wat extra tips. En als je vragen hebt, plaats ze zeker in de opmerkingen. Dan neem ik die mee in een volgende video of in een vervolgvideo. En zeker voor de leden, laat het me weten wat jij interessant vindt, wat jou misschien bezighoudt of waar je misschien nog tegenaan loopt. Dat kan dan zijn voor de volgende live, volgende week, die trouwens vanaf nu op donderdag zal doorgaan. Oké, dan ga ik het hierbij houden. Dankjewel voor het kijken. Als je mijn kanaal wil steunen, alle opties vind je ook onderaan deze video. Ik kan een steuntje overmaken. Er zijn ook nog altijd mijn t-shirts en mijn kaartendeks trouwens ook. Dus alle linkjes daar naartoe, die vind je onderaan de video. Geef deze video uiteraard ook een likeje als je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne maand maart. Een heel fijn begin van de lente. Geniet ervan als je kan. En maak er vooral het beste van. Heel veel liefs. Dag.